Ik ben Dea van Lieren, ik rijd dressuur, ik zit in het Rabobank talententeam. En vandaag kruip ik in de huid van... Michael van der Vleuten en ik ben springruiter. Ik hou gewoon hetzelfde ritme. En ik zorg dat mijn paard een fijne plek van afzet heeft. Waardoor hij die sprong eigenlijk vrij eenvoudig kan maken. De essentie van het springen is... dat we allemaal, alle combinaties, de eerste ronde proberen foutloos af te leggen. Dus dat wil zeggen zonder springfouten, zonder weigeringen. En binnen de toegestane tijd, dat lukt meestal een aantal combinaties. En die gaan door naar de barrage, waar het in principe ook om zo min mogelijk strafpunten moet gaan. En daar dan de snelste tijd proberen te rijden. Ja, dus vanaf het begin moet mijn ritme weer voldoende zijn. Dat ik voel dat hij een beetje actief is. En dan weer mooi het midden aansturen. En dan landt hij ook mooi het goede been door en dan is het ook makkelijker verder galopperen. Nou, ik heb het een beetje voor gedaan, dat het voor jou duidelijk is. En nou is het jouw beurt. Nou ja, anders dan een dressuurpaard is het wel. Ja, er zijn vaak paarden die iets minder met lijf lopen. Hè? Ja. Wat vind jij nou zo leuk aan springen en wat is nou de uitdaging voor jou? Ik heb een paar paarden die ik op het hoogste niveau uitbreng op het moment. Alleen die gaan natuurlijk ook een keer ouder worden en moeten we iedere keer weer zorgen voor nieuwe aankomst, zeg maar. Dus we moeten iedere keer proberen om weer de juiste, goede, talentvolle jonge paarden te ontdekken en daar iets goeds uit te halen. Recht maken daar, juist, het midden sturen. Het midden sturen, heel goed. En nou gewoon het midden houden. Het WK betekent voor mij eigenlijk heel veel, omdat het toch iets is wat ik graag een keer mee wil maken in mijn carrière. En ik heb veel wedstrijden gereden, veel kampioenschappen gereden, alleen een WK ontbreekt nog. Dus ik vind het mooi dat dit jaar gaat komen. Nou, ik vind het heel erg knap wat de springruiters doen. En als je dan ziet over wat voor hindernissen zij gaan en wat voor sloten zij springen. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Daar heb ik toch wel respect voor. Ik denk niet dat ik dat zelf ooit ga durven. Dankjewel voor de instructie. En heel veel succes op de Wereldruiterspelen. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.